Nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden zijn blij met het vonnis tegen toenmalig legerleider Desi Bouterse, maar eisen bestraffing van de daders. Dit zei de zus van de op 8 december 1982 vermoorde Robbie Soansing, Rani Soansing, in een overvolle Alfonsiuskerk. Gisteren is de herdenkingsdienst van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede gehouden voor de 15 voorvechters voor democratie en rechtsstaat. Het vonnis is na 37 jaar een mijlpaal. Echter lopen de moordenaars nog steeds vrij rond, merkte Soansing op. Ze onderstreept ook dat het vonnis eerherstel betekent voor de geliefden die 37 jaren lang zijn gecriminaliseerd, alsof ze bezig waren met een coup en staatsvijanden waren. Ook de nabestaanden, die slechts gerechtigheid wensen, zijn door de moordenaars tot staatsvijanden bestempeld. In 2010 hebben wij met leden ogen moeten aanzien dat een hoofdverdachte de president van ons land werd. Omdat wij wel democratie en rechtsstaat voorstaan, hebben wij ons daarin berust. In april 2012, een maand voor het requisitoor, de strafeis, door de auditeur militair zal worden gehouden, werden wij weer diep geschokt door de aanname van de amnestiewet 2012 door de Nationale Assemblée, welke wet de bedoeling had om het strafproces te stoppen en de moordenaars straffeloos te maken. Deze werd afgekondigd door de toenmalige vicepresident Robert Amarani. Groot was onze afschuw toen wij zagen dat personen waarvan wij dachten dat ze medestrijders waren voor democratie en rechtsstaat, voor die amnestiewet stemden. Het vonnis heeft volgens de nabestaanden, die ook juristisch klaar en duidelijk enkele waarheden aan het licht gebracht. Eén is dat het plan om de slachtoffers te doden van tevoren en in kalm beraad is voorbereid. Een ander is dat 14 van de slachtoffers in het holst van de nacht uit hun huizen en 2 uit de gevangenis zijn gehaald en naar het Fort Zeelandia zijn gebracht met toepassing van zware bedreigingen en wapengeweld. Slechts 1 slachtoffer, en dat is Fred Derby, heeft het overleefd. Dat de slachtoffers weerloos en ongewapend waren. Dat onze broeders niet met een koepoging bezig waren. Dat zij niet op de vlucht zijn doodgestoken. Dat zij mishandeld en gemarteld zijn, waarna vuurpeltons splinternieuwe wapens van hun zijn leeggeschoten. Bij de opgravingen zijn in 1 van de lijkkisten meer dan 20 kogels aangetroffen. Dat verbrijzeling van een hersenweefsel of doodbloeding steeds de dood veroorzaakt was. Dat het door de hoofdverdachte opgegeven aan die vals was. Hij was gedurende de hele periode van de executies in het fort aanwezig. In de kerk klonk gisteravond vaker applaus. Nadat de gebruikelijke dia's bij de foto's van de 15 slachtoffers waren aangestoken, kregen zij een staande ovatie. Met het vonnis is herstel van hun eer gekomen. Ook de 3 rechters in de burgerkamer van de krijgsraad werden genoemd om een moedig besluit om recht te doen geschieden.